We zijn vandaag op IKC Juliana en ik heb iets heel moois van je gekregen. Het gaat over een kunstroute. Ja, jij bent de cultuurcoördinator van deze school. Vertel eens, wat is het? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Het is een routeboekje. En op de route die we hebben uitgezet als school zijn heel veel dingen te zien. Ouders kunnen nu de school niet in. En wij dachten, nou, een projectavond gaat niet door, een kijkavond. Wij doen een kijkroute. Dat doen we in de open lucht. En ruim de tijd voorgenomen, dus iedereen kan gaan wanneer hij wil, tussen 4 en 8 uur. En op verschillende punten in de route hebben de klassen laten zien wat ze allemaal gedaan hebben aan het onderwerp waar ze mee bezig geweest zijn. Dus. Ik weet, jullie doen veel aan cultuureducatie, in samenwerking met cultuureducatie Barneveld. Wat doen jullie zoal? Nou, wij hebben dit jaar voor het eerst workshops van cultuureducatie Barneveld gevolgd. De kleutergroepen die hebben muzieklessen gehad. En groep 3 en 4 die hebben iets met beeldende kunst gedaan. En groep 5, dat is heel leuk, die hebben stokpoppen gemaakt. En vandaag kun je zien wat ze daar mee hebben gedaan. En dat laten ze ook zien, zeg maar, op de route. En groep 7 en 8 die hebben digitaal componeren gedaan. Dus cultuur leeft al in deze school? Ja, dat proberen we in ieder geval goed vorm te geven, ja. Een goed voorbeeld. Ja. Oké, dankjewel Ineke. Nou, je ziet daar, de kinderen zijn bezig geweest met storytelling. En ze hebben foto's genomen, ze hebben eerst een verhaal bedacht. En het thema was de duurzame school, of de duurzaamheid. Daar hebben we het met groep 8 over gehad. We hebben gekoppeld aan ook natuur en techniek binnen het onderwijs. Dus ja, en ze hebben met verschillende materialen hebben ze een storytelling gemaakt. Yes. Goedemiddag allemaal. Groep 5 van onze school die zijn heel druk geweest met het thema kleding en stof. En nu hebben ze met cultuureducatie Barneveld een hele leuke workshop gehad, stokpoppen maken. En als u even meekijkt, dan ziet u op het veld allerlei stokpoppen die zijn gemaakt door de kinderen zelf. En met deze poppen houden ze vanavond voorstellingen. Het thema huizen en hutten gekozen. De kinderen zijn in groepjes zijn ze aan de gang gegaan. Ze mochten zelf gaan kiezen wat voor een hut, huis of onderkomen wil je maken. En ja, het mooiste, als ik het in een paar woorden mag zeggen, is hoe ze in groepjes samen hebben gewerkt. Samen overleggen, samenwerken. En ja, je moet echt met elkaar afstemmen om een dwarsdoorsnede van je huis te maken. Om te brainstormen met elkaar. Informatie te zoeken en dat op één plaats samen te krijgen. Ja, en uiteindelijk je maquette te maken. Het echte huis in het echt te maken.